Hallo bij Legion en welkom bij een nieuwe part van The Walking Dead Season 2 Episode 4. Wij zijn aan een huisje aan het lopen bij de rivier ofzo. Ah, dat is Jane. Het was ochtend Jane. Maar die hebben we gevonden. Moest zij niet kijken of er een plek was voor Rebecca? Waarom zit ze hier in de picknicktafel? I knew you'd be here. Well, yeah, I told you I was coming here. Anyways. Well. It's sometimes good to have someone watching your back. So, come on, partner. Let's go check out that deck. Ja, inderdaad. Ja, dat vind ik er ook fijn aan. Hoog is altijd wel fijn, volgens mij, een toren tegen zombies. Ze kunnen wel trap lopen, maar je kunt de trap zelf partner, don't let it get to your head. Dichtgooien, zeg maar, met alle rommel, zodat ze niet naar boven kunnen. Dat is perfect aan een trap. Maar ik zie wel een traptree kapot. Alleen moet je boven dingen kunnen verbouwen en eigenlijk en water op kunnen vangen. Dan zit je goed. En er is een kanon. Kanone. Check this out. This gate's still locked. Which means that hopefully no one's gotten to whatever was locked in there in the first place. Laten we dat hopen, inderdaad. Do you think you can pick the lock? I should be able to figure something out. Maybe this will work. A nail file? Misschien niet, maar. Dat lijkt me niet met een nagelvel, maar. You know, it wouldn't hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. Ja, gewoon keihard afslaan. Dat vermoeden had ik al. Making an observation. We krijgen zoveel fucking achievements. Voor niks doen. Gewoon random ook. Niet naar een belangrijke keuze. Gewoon van, hey, alsjeblieft. Oh. They fill them with cement, so they're safe. Ah, dat is kut. Hoe kunnen we hier doorheen kijken? Ja. Use the telescopios. Dan moet je er geen geld aan gooien in die dingen normaal. Look at poster. Oh, when will it end? This cruel war. Is er nou een trap of niet? Lijkt erop. National Forest Service. Find anything? Nee, niet echt eigenlijk. Not even trash. Ik kan hier binnen niet eens wat doen. Toch achterlijk. Ik denk, kunnen we al binnen verder lopen, maar dat kan niet eens. Zie? Dan lopen we tegen een blok op. Dat is echt super lelijk. Wat is er dan nog meer? Wat kunnen we tegen haar aanpraten dan? I hope we find something good in. Ja, inderdaad. Well, not impossible, but don't count on it. Maar ik heb nog steeds niet wat gevonden. Kunnen we naar beneden? Nee, ook niet. What the fuck? Oké, wat kunnen we nog meer tegenaan praten? Ja, gebruik gewoon een pistool. Oké, daar komen de zombies aan, maar. Have you seen any walkers around? I haven't seen any, but they're always around. Dat is ook wel een goede. Ja. Meestal zijn er wel walkers, ja, ook al zie je ze niet. En anders komen ze wel. How can I help? If you can find anything to help me get this open faster, that'd be great. Take a look around. Ja, dat heb ik al gedaan. Maar ik zie niet wat het ons kan helpen. Oh, nou kunnen we daar opeens op kijken. Net konden we dat niet. Ow, shit. You okay? Yeah. I think I almost had it. Keep looking. Ah, for fuck's sake. Looking for what? Er is niet wat. Want hier binnen kunnen we niet wat. Dat vind ik zo stom.
Ik ga er toch fucking vanuit dat we hier naar binnen moeten kunnen. En dat daar iets is, maar... Dat kunnen we niet. Ah, we kunnen hier wel door de telescoop in kijken misschien. Kunnen we wat zien? Oh ja. Oeh, ja, inderdaad. I think I can see a church. The nearest river crossing is miles up. Rebecca wouldn't make it in her condition. Wat is dat? Jane, there's someone coming toward us. Ja, inderdaad. Shit, shit, shit. He's coming this way. What the fuck? He has friends nearby. Why is he coming up here? No idea. But we should scope him out and see what the fuck? Die jongen loopt echt mank als een motherfucker. So close to the others. We've got enough on our plates with a baby coming. The last thing we need is someone telling their friends about the new easy targets in the neighborhood. Maybe I can try talking to him. Good call. Voordat ze hem vermoorden. Hide now. Waar? En nou kunnen we wel naar binnen. Oh my fucking game. Kijk, nou kunnen we naar beneden zelfs. You got to be serious. You got to be fucking... Kidding me, bedoel ik eigenlijk. Aha, hij probeert supplies erin te stoppen. Hij staat er nog steeds. Nou, we gaan maar eens tegen hem aanpraten. Oh. I just want to talk to you. Ik ga jou Peter noemen, waarom weet ik niet. Do you understand me? Yes. Ik vind het echt zo'n Peter. Er zitten geen eens kogels in, volgens mij. Oh, Arvo. I'm going to go. I don't want to shoot. I don't want to shoot anyone. Especially маленькая девочка. Little girl. You don't have to shoot anyone. Just put the gun down. Back up. Put the bag down. Zitten geen kogels in het ding, denk ik? Jawel. Clem. Make sure he doesn't have any other weapons in there. Ja, fouilleer hem. Onze monkey monkey. What the fuck zit erin? Een hoofd? No, I have no. Oh nee, met. I swear to... Painkillers. Anything? Wow. That's a serious stash of meds. No. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and... Yeah, why are you hiding it, inderdaad? If that medicine's for your sister, why are you hiding it in the garbage? I need to keep it safe. Sister or not, we could really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless, and now you... What left me defenseless? Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, you must believe me. We don't believe a fucking word about your sick sister. Please don't make my sister suffer. She has been through enough. I'm off the back, huh? You're not taking them. I'm not robbing anybody. Just let him go. Oh, Boze. Thank you, Clementine. Thank you. Ook al vertrouw ik hem voor geen meter. Maar we gaan gewoon geen mensen besteden. Dat hebben we toen niet gedaan met die auto. Met Lee in season 1, wat heel lang geleden is. Oh, what are you doing? You don't have to do this. Is it safe to let him go? Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Propt hij nou neemt hij weer mee. Nou propt, verstopt hij het niet. Nee, goed bezig. I can't believe I've gotten into this mess. Threatening some stupid kid.
thought you were going to shoot him. Why? Did you want me to? Sorry hoor, chagrijn. Go get the others. I'm gonna get this place opened. Then we need to get moved in ASAP. Ga mij achter Arvo aan. Oh, what the fuck? Dan komt Luke aan. Nou kan die Arvo opeens wel snel lopen met zijn manke poot. Maar hij is weg. Clem! Clem, hey! Any luck with that observation deck? I was just checking on Rebecca and Kenny. They said they hadn't heard from you in a while. I don't guess there'd be much, but Jane seemed... We met a stranger. Jane and I were trying to open the gift shop and a stranger showed up. What? Shit. This is the last thing we need right now. Jane scared him off. His gun and scared him off. Well, I'm glad you're okay. Is Jane still up there now? Yep. Yeah, she's trying to get the gift shop opened. You know, I can't figure her out. I mean, she really lays it on the line, but at the same time, she doesn't show you anything that counts. I like her. She's honest. And yep. She knows what she's... Nou, dat is mijn eerlijke antwoord, hoor. Yep. That's more than I could say for some. Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship, you know? But when I look at Kenny now, he seems broken. Broken people get... Yep, dat heeft zij ook al gezegd. I know you got a history with him. Look, I think he's a good guy. You're right, he's broken, sowieso. Yeah. He always tries to do the right thing, but he's not the same anymore. I'm glad you see it. Dat was niet het antwoord. Ik zei, he's broken. I need to tell the others about the deck. Yeah, good. I will, I'll see you back there. Okay. Hij gaat naar Jane toe. Dus, Jane heeft een gun en hij heeft een AK. Zij zijn nu bij elkaar, dat rijmt, soort van. En wij gaan gunloos en wapenloos naar andere mensen die gun- en wapenloos zijn. Yay! Wat een goed plan. Nothing's wrong. Babies know how to be born. Clementine. What'd you find? The building around back has an observation deck. Somewhere the baby will be safer? It's coming so much faster than I thought. I told you. It's high up, so it's safe, inderdaad. It can safe zijn, laat het zo zeggen. So it should be safe from walkers. Sounds good. As soon as Mike and Bonnie are back, we'll go. Maar wat als die nooit terugkomen? Hey Clem. Glad you made it back safe. How are you feeling? Scared. And it hurts. Ja, maar dat is hij niet, maar die is dood. Klaar. Everything Alvin did was for you and the baby. Giving himself up to Carver like that, it was to try to keep you and the baby safe. Yeah. I know it's a waste of time, but I can't stop thinking about things I should have said to him. Things I should have talked to him about. Ja, dat is meestal zo. How am I ever going to do this without him? Alvin was never scared, klaar. Dat was hij wel, maar... He would have done anything to save you and the baby. You're a good kid, Clementine. I'm glad you'll be there to watch out for this baby. Oh, dat heb ik niet gezegd. Oh, shit. I got this. We ain't seen Mike or Bonnie in a while. Nee, inderdaad. I'm not saying I don't trust him, but I'd appreciate it if you went and checked up on him. Waarom moet ik dat doen? Ik ben een fucking klein kind. En dan moet ik 1,2... mijl door de bossen heen lopen. Op zoek naar... oh my god. 1,2 mijl. Dat is 1,8 kilometer of zo. 2 kilometer. Moet ik door een fucking bos heen lopen? In mijn eentje, zonder wapen. Om twee man te vinden. Nee, dat is het plan van het jaar. Hey. Fucking hell. Ah, ze hebben veel zombies gekild. En het museum is heel open, zo te zien. Hey Clem,
thought you went with Jane. Ja. She didn't take off, did she? Take off? Why do you think she'd take off? I know Jane seems like she doesn't care about anyone, but I trust her. She's trying to get the place we found ready for Rebecca. Well, that's good. Just give me like 10 more minutes to search around. He doesn't want to go back empty-handed. What? I just want to help. Zo, de zitten van bovenaf te kijken. Fuck, hell. I don't want nothing sneaking up on us. I watch this side, you watch the other. Deal. Oeh. Mijn kanon. Met hele grote wielen. Nah, they're just for show. Be handy, though. Also really loud. Good point. Nee, maar dat maakt niet uit. En ik hoor zombies, soort van, de hele tijd. Op die manier, op de achtergrond. Het klinkt tenminste een beetje als zombies. Aan de ene kant ook wind wat blaast, maar ik denk dat het zombies zijn. You should hang on to that. It's gonna get a lot colder before it starts getting warmer. Maybe I could give it to Rebecca. Ja, dat is een goeie, ja. That's a good idea. I'm sure she'll really appreciate it. Dan is het tenminste warm voor de babby. I guess you've already got that old coat I gave you. I feel so bad about everything that happened. Hopefully you won't always think of me like that. Not that I blame you if you did. I haven't always used the best judgment. You finally opened your eyes about Carver and what a bad person he was. That's something. Yeah. Clem found a jacket. That's great, but isn't Gray the, you know, we can't put Rebecca in a Confederate coat. Oh, I didn't even think about that. Oh my fucking god. Gaan we daar nou moeilijk over doen, jongen? Dat is net alsof je als PSV-fan of zo, als er zombies zijn, Ajax-t-shirtjes allemaal tegenkomt, terwijl je een t-shirt nodig bent, en dat je die er niet wil aantrekken. Dat is echt zo fucking eigenwijs en achterlijk. Ah, Lee sowieso, ja. Die was geschiedenisleraar, toch? Dacht ik. There have sure been some animals through here. Watch where you step. Want? Ah, we hebben een trashcan. Oh nee, dat is een boiler. Dat is geen trashcan. Een watercooler. Daarbinnen staat een fles voor de watercooler. No, not so much. Unless you want some broken glass. Wat zit er in die box? Kijk, maar daar staat een waterding. Nothing but junk in there. What do you think is right now? You're in a graveyard all the time. Yeah, true enough. Hoe krijgen we die deur open? Move box. En nu? Kunnen we aan die hendel? Ja, mooi. Oh, open. Waarom vragen we dit niet aan Mike om te doen trouwens? Waarom moeten wij als klein kind het omhoog gooien? Oeh, waterd. Water, bottled and clean. That's just what we need. Ah, voor de baby, ja. Trouwens. It's locked. You want to kick it down? That'd make an awful lot of noise. Yeah, maybe. You know, if somebody was small enough, they could maybe squeeze through that gap there. Ja, misschien wel. I'd try to pry it open some more, but I don't know if that'll help much. All right. I'll go. Thanks, Clem. Just open the door from the other side. Mike will carry those things out. Might be a bit heavy for you. Wij kijken soms echt chagrijnig naar Bonnie trouwens. Sommigen passen er echt net tussendoor. I'm stuck. Okay, maybe I push from... Oh. Los. Oké, dan maar wel de deur in trappen, alsnog. Kill it. I'm not as small as you used to be. Not quite as small as I used to be. But you're tough for your size. Shit. You're tough for my size. I'm sorry I asked you. I won't do it again.
Maar we hebben water, dus fucking care. Oeh, we hebben er twee zelfs. I'll keep checking the other room. Let's get this water. En ik moet die andere tillen. Ik dacht dat ze net zeiden dat ze dat niet konden tillen. Oh, fuck, dit wordt hem echt nooit, volgens mij. Laat Bonnie dit tellen trouwens, fucking hell. Wij blijven wel op de lookout staan. Oh, wow, tough guy. Twee dingen tillen, hoor. Goed bezig, meneer tough guy. That looks pretty heavy. That's all right. I know it looks like a lot, but we could all go through this pretty quick. Ja, dat is zo trouwens. Crazy, but at least his shells were always full. We'll make a plan. Everyone will have enough. Ja, inderdaad, dat is een goeie. That baby's gonna be hard on everyone, especially Rebecca. And between you and me, she's not looking too good. Nee, dat klopt. Maar wat is het fucking probleem nou weer? I just walked on in like I owned the place. Figure it'd make a nice meal. We can eat raccoon? I'd eat the shit out of that raccoon. just that I'd be really happy to eat that raccoon. I'm starving. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Yeah. Uh-oh. Shoot! Don't let it get away! Sowieso dat hij achter zit. Where is it? I think it went over there. Over here! Oeh, dat ding is echt lelijk. Ik hoop dat hij haar bijt en dat ze $100 krijgt. Nee, en dan komen zombies. Nee, inderdaad. Oh, het heeft baby's. Het was haar mama, een raccoon. Nou, we nog meer eten. Yay! I'm even hungrier than I was before. How'd I get that was kind of fun. Yeah. I'm not eating raccoon. Well, at least it was kind of fun. Yeah. Huh, I guess it was. Come on. Let's just get this back to Rebecca and the others.